Kabelfabriek Eupen ligt in het hart van Europa. Om precies te zijn in Eupen, de Oostenrijks gelegen stad in België, in het noorden van de Duitsstalige gemeenschap. Met meer dan 100 jaar ervaring koppelt de kabelfabriek continu innovatie aan traditie. Onze regionale waarden en normen zijn onze kracht op wereldniveau. Traditionele waarden die met Made in Eupen verbonden zijn, zoals kwaliteit, veiligheid, ernst, het naleven van deadlines en betrouwbaarheid, vinden hun weerklank in de hele wereld. De klant staat bij ons op de eerste plaats. Voor onze nationale en internationale klanten staat een uiterst gemotiveerd, competent en meertalig team klaar. Gespecialiseerd in verkoop, product management en design. De draadtrekkerij voor het trekken van draad met de grove, middelgrove en fijne draadtrekmachines vormt het hart van de productie. Hier worden draden van zowel koper als aluminium getrokken. De koperdraden worden daarna blank of vertint, afzonderlijk of tot samengeslagen geleiders of kabelstrengen verwerkt. In de isolatie- en mantelextrusie worden materialen als PVC, polyethyleen, polyurethaan, verschillende elastomeren en halogeenvrije en met nanovulstoffen gevulde mengsels verwerkt. Deze worden deels in onze eigen menginstallaties bereid. Voor de bewapening wordt onder meer staalband gebruikt. Voor de productie van coaxkabels beschikken wij over specifieke kennis en eigen geoptimaliseerde procedés voor de extrusie van isolatie en het langslassen en golven van buitengeleiders. Hierdoor kunnen wij technisch superieure producten aanbieden. Voor het samenslagen van geleiders beschikken wij over de meest complexe vlechtinstallaties, die van de specifieke technische parameters van het eindproduct rekening houden. In de telefonieafdeling worden koperkabels met maximaal 1000 quads, oftewel 4000 aders, gefabriceerd. De kabels kunnen naar keuze met of zonder bewapening worden geleverd. In onze goed uitgeruste elektrische testlaboratoria kunnen wij de strengste kwaliteitscontroles conform nationale en internationale normen uitvoeren. Het hoge kwaliteitsniveau wordt door interne en externe auditeurs gecontroleerd. In ons brandlaboratorium kunnen wij de belangrijkste brandproeven overeenkomstig de geldende normen zelf uitvoeren. In ons goed uitgerust scheikundig en natuurkundig laboratorium ontwikkelen wij nieuwe materialen. Hierdoor is kabelfabriek Eupen een pionier in het gebruik van nanovulstoffen die in halogeenvrije mengsels een betere weerstand bieden in geval van brand. De kabels kunnen naar keuze op haspels of ringen in verpakkingen van karton of plastic folie geleverd worden. De standaardkabels zijn altijd uit voorraad leverbaar. Wij werken enkel met zorgvuldig geselecteerde logistieke partners of maken gebruik van onze eigen, speciaal uitgeruste transportvloot. Just-in-time leveringen, zowel bij de klant als op de bouwplaats, is één van onze sterke punten. Als aanbieder van een volledig assortiment leveren wij aan verschillende sectoren. Meer dan 3000 luchthavens wereldwijd zijn al met onze landingsbaan, verlichtingskabels en connectoren uitgerust. Speciaal voor in tunnels leveren wij energiekabels, signaalkabels en stralende coaxkabels voor tunnelradio. Allemaal met verbeterde brandeigenschappen. Voor gebouwbekabeling leveren wij de gebruikelijke energiekabels en halogeenvrije kabels met verbeterde brandeigenschappen. Vooral voor meer veiligheid in openbare gebouwen. Wij beschikken over een volledig productassortiment van coaxkabels en toebehoren voor mobiele netwerken. Voor kabeltelevisienetten leveren wij zowel trunk- als aansluitkabels en glasvezelkabels.
Aan energiebedrijven leveren wij laag- en middenspanningskabels. Naar keuze één- of driejaderig. Wij voorzien de chemie, de petrochemie en bouwers van krachtcentrales van kabels. En sinds 1980 voorzien wij bouwers van kerncentrales van kabels met verbeterde brandeigenschappen en stralingsbestendigheid. Voor de sector duurzame energie bieden wij kabels aan voor windmolens, biocentrales en natuurlijk ook zonnepanelen. Wij zijn de ideale partner voor al uw veeleisende projecten. Eupen Cable Division. More than just cables.